It's time for vechtersbazen! De vechtersbasen zijn terug in je leven, terug op je beeldscherm of op je horen hoe je deze podcast op tot je neemt. Je weet we komen ook dit jaar in het zevende seizoen. De eerste podcast van 2024, ook in het zevende seizoen, komen we weer met de mooiste verhalen van je favoriete vechters trainers. Uh, grootheden uit de sport van heden, verleden en toekomst. Je weet het, ze zitten hier allemaal. En we beginnen met een hele mooie, speciale aflevering dit jaar. Met uh, de godvader van het Nederlandse kickboksen, Tom Haring. Uh, goed dat je er bent. Still going strong. Ziet er nog uit als, als een jonge God. Ja, ben ik toch, een jonge God? <laughs> Absoluut. Uh, we hebben je natuurlijk al vaker gehad. Uh, de reden dat ik je deze keer heb uitgenodigd. Uh, het is dit jaar, uh, precies 30 jaar geleden, dat uh, Peter Aarts uh, met jou in de hoek. Voor het eerst de K-1-man. Uh, 93 was het eerste K-1-jaar. Toen won Branco Sikertis. Ja. Was jij ook bij betrokken. Ja. Uh, en ik wilde graag een keer een beetje... Nou ja, op de achterkant van de verhalen inzetten. In, in dus niet ja. alleen ja, de, 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 de glorie en, en de, de, de vreugde van het winnen. Kennen we allemaal. We hebben allemaal de geweldige wedstrijden gezien. Uh, maar we weten allemaal, een toernooi... Het, is afzien, natuurlijk een, het afzien van ja, de Ja, het is natuurlijk een apart beest. En een toernooi ja. is natuurlijk een heel andere dynamiek dan een los gevecht. En Absoluut. Ik, ik ben zo benieuwd naar... Hoe gaat het er aan toe? Hoe, hoe, ten eerste, als je met een vechtende in gaat, hoe, hoe bereid je hem voor? Bereid je hem anders voor op een, dan, dan op een gewone wedstrijd? En kun je ons daar een inkijkje in geven? Nou, dat niet zozeer. De trainingen bij Chakuriki waren eigenlijk altijd of je naar nou één match vocht of meerdere ja. partijen. We deden alleen wel, als we een toernooi moesten vechten, dan deden we wel meer het systeem natuurlijk. Hè? Dat je dus, als je had, zeg maar, een harde partij had gedraaid, mm -hmm. dat moest dan met sparren. Dan liet ik ze even rusten, zo'n twintig minuten. Dan word je weer koud, je moet je ja. weer opladen. Dus dat waren ze wel gewend bij mij in de school. Dus als we een toernooi vochten, dan ging ik wel drie keer met ze de ring in. Net een beetje het eigen te doen bij een echt gevecht. Ja. Dat deden we wel, ja. ja. Je ging in 1993 met Branco dus voor het eerst uh, naar de K-1. De eerste ja. editie van de K-1. Ja. Is, ja, was ook een nieuwe organisatie, een nieuw fenomeen toen dat die acht maanden Grand Prix. Wist je toen een beetje waar je op voorbereidde of, of waar je in terecht kon? Nee, totaal niet. Ik, uh, ik zou daar met Peter Aarsen naartoe gaan. Ze ja. hadden dus een vechter gevraagd. Nou, ik had een hoog grote stal met zwaargewichten. Ook Lloyd van Dam, André T.T. Ik had veel zware jongens. Maar Peter was op dat moment wel, dacht ik, het meest uh, beschikbaar om die partij te draaien. En dat was ongeveer een, twee maanden voordat de wedstrijd zou beginnen. En toen ongeveer drie weken voor de partij werd ik gebeld door uh, de secretaris van ICI ja. en uh, Stacy. Ik weet het nog goed. Ze zegt: Tom, er is een jongen uitgevallen uit Australië. Ja. We kunnen niet zo snel nog een andere vechter vinden, maar we weten dat jij meerdere zwaargewicht hebt. Heb jij nog een partij? Heb je nog een jongen om te kunnen vechten? Ja. Nou, ik zei meteen, ja, die heb ik. Ik zeg, ja. uh, wat is zijn naam? Ik zeg, het is een Kroaat. Die mij meteen, Branko Sikatic. Hij is 38 jaar, maar hij is in topvorm. Want hij traint natuurlijk met Peter, de andere jongens. En hij had pas geleden nog ergens in Amerika gevochten. Ja. En die had die uh, goede partij gedraaid. Ik zeg, dus ik neem Branko mee. Ja. Nou, dat nou, is oké. Okay. Nou, dus met Branko en Peter. Maar Peter was eigenlijk de nummer 1 ja. op dat moment van die jongens natuurlijk. Nou, we gingen daar naartoe en het leuke is als ik naar Japan ging, want ik was daarvoor ook al geweest met Peter tegen Adam Watt. Die had toen gewonnen van Adam Watt een partij. Dat was niet van uh, de K1, dat was een andere organisatie. Ik ging met Chris Dolman toen mm -hmm. een beetje en Dick Vrij en nog een paar. Maar als ik daar kwam in Japan, dan heb je die jetlag. Als je daar aankomt, is het s'nachts in, 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 ja, in Nederland of zo een dus altijd wat ik zei tegen mijn jongens, ik zeg: je brengt je, je zeg maar je, luckerts, je koffers naar de kamer en kom meteen in trainingsgoed naar beneden. Ja. He, jammer, gereisd Nee, niks mee te maken, trainingsgoed naar beneden. En. Toen ging ik met Branko en Peter in de parkeergarage. Gingen We een beetje warm draaien, mm -hmm. touwtjes springen. Nou, ze waren vermoeid gewoon. Ze wilden naar bed. Maar als je naar bed gaat, het ja. is er, dan kun je s'avonds weer niet slapen. Dus dat had ik er gewoon ingevoerd. En dat was heel goed. En het leuke was, ik hoorde later van Rico Verhoeven, die hebt dat in zijn boek geschreven. Hij zegt, ik deed precies wat Tom Haring met zijn vechters deed. Eerst trainen als ik daar aankwam. Ja. Maar het bleek dan op het moment, was je moe, maar had je getraind, dan voelde je je een stuk lekkerder. Ja. Dus dat was een uitzicht ja. wat wij uh, deden. Nou ja. Uh, de eerste K1 in 93. Peter vochtse partij. De eerste, ik geloof dat hij de eerste won. De tweede verloor hij toen. Tegen Ernesto Hoos Waarschijnlijk was dat of zo. Uh, weet ik niet, de Hoos vocht ja Hoos vocht de finale toen tegen Branco. Dus ja, ja, die ja. vocht de finale tegen Branco. Maar ja. goed. En ergens was ik wel blij, want anders had je Peter tegen Branco gehad, hè? Als Peter ja. uh, had gewonnen die, die partij, dus uh, vooral in Japan. Maar ja, niemand verwachtte dat een 38-jarige man die eigenlijk een invaller was, dat hij daar drie partijen op knockout won. Want ja. hij won eerst tegen Satake. hij won van die Thai, Shampoeuk, ja. van die, en toen van Hoost op ja. knockout. Dus uh, met zijn 38-jarige, ja, ik, ik wist wat wat hij kon, maar ze wisten in Japan niet wat voor type dat was natuurlijk. Maar daar heeft Branco natuurlijk zijn naam gemaakt op een gegeven moment. Ja, ja, maar dan ga je voor het eerste toernooi. Inderdaad, het is allemaal nog een beetje onbekend terrein. Dus het is ja. ook een beetje pionieren en uitproberen, ja. uitvogelen wat het beste werkt. En, en dan die eerste wedstrijd: wint hij dan gelukkig wel. Via KO. Ja. En dan ga je terug naar de kleedkamer. Wat gebeurt er Want je hebt niet zoveel tijd tussen twee wedstrijden. Nee, je hebt, je hebt zeker niet veel tijd. Want uh, je, moet, je moet hem eigenlijk eventjes de blessure behandelen. en weer een beetje klaarmaken. Ja. Voor de volgende partij ook mentaal. Misschien je tactiek veranderen. Want natuurlijk, elke tegenstander heeft een andere tactische benadering en zo. Wij waren meestal wel in de aanval. Wij be beslisten wat we voor tactiek we wilden hebben. Want het was wel echt knokken geblazen. Maar het is mentaal is het natuurlijk heel belangrijk voor een trainer om zijn jongens op te peppen. Ja. Want er zitten echt wel eens jongens dat ze er doorheen zaten. Hoor. Ja. Ook, ook jongens dat ze ook zeggen, mentaal, nou, het gaat niet meer en ik heb pijn en zo. Ja. Maar dan maak je ze weer opknapt en dan denken ze toch, het was een groot geldbedrag natuurlijk ook. En ja, dan, dan pep je ze op op een gegeven moment op en dan uh, gaan ze toch weer de ring in. En dan, ja, hoe, hoe verloopt zo'n partij? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, ja. Hey, je hebt ook wel eens, uh, nou was het met Branco de eerste keer dat hij drie keer op KO won. Heb Peter ook gedaan trouwens ja. je hebt uh, de geloofde snelste K1 auto gewonnen dat, ja. Ja. Was dat? He, maar uh, ja je moet ze toch weer zien op te peppen en ja ja, Als je dat met een team doet en die dat gewend is, dan, ja, dan heb je een sterk team uh, met elkaar. Ja, Wat zijn de dingen dan zoals met, met Branco? Zag, zag je nog wat voorbij wat je toen tegenkwam, Wat hij van blessures meenam, bijvoorbeeld uit eerdere wedstrijden? Tussendoor, nou, nou, de eerste, zeg maar, k Branco had bijna geen blessures. Nee. Wel de naap die wel eens gaat, dat zijn been zijn, zijn zo een scheur in staat. Ja. maar met Branco had ik dat niet zozeer hoor. Dat die, uh, omdat hij toch alles snel op knock-out ging winnen. Ja, wat wel eigenlijk een leuk verhaaltje is, dat wil ik je vertellen. Dat was toen nog dat uh, Branco won, toen kreeg je s'avonds. Met uh, zeg maar het feest wat er was. Ja. Kreeg je het geld uitgekeerd. Hè? Dus iedereen zag dat je 100, het was. Toen 100.000 uh, dollar. En uh, nou, die nam ik mee. Ik nam het uh, in, in, in ontvangst. Ik hield het ook bij me. En toen we in het vliegtuig stapten. kreeg Branco zijn geld. Je pakte je, je percentage er vanaf. Dus Branco had het geld. Maar wat deden we altijd? Als we vlogen. namen we altijd een slaappil. Ja. Dat was toen de tijd. die Roffinol. Uh, ja, Roffinol, ja. Nollen, ja. Dat, nou, daar bleef, je, <laughs> <laughs> daar bleef je op slapen. Ik vloog toen al business class, want dat deden ze daar. De trainer of, of ja. hè, de de de, guru, de manager, of wat dan ook. Die krijgt business class. En die jongens in het begin vlogen nog gewoon oh, de economie economie, class ja. Later werd dat gelukkig ook business class. En ik lig te slapen op een gegeven moment, zwaar onder de rolf En ik word wakker gemaakt door Branko. Hij zegt: Sensai, Sensai, mijn geld is weg. Ik zeg, je geld is weg. Hij zei, ja, ik ben naar het toilet gegaan en hij had zo'n belt ja, weet ja. je wel. En is hij natuurlijk met zijn slaapdronken kop is een plasje gaan doen. Die heeft dat daar neergelegd en is eruit gelopen en helemaal vergeten zijn geld. tot op een gegeven moment denkt hij, hé, hey, waar je zit nu, mijn je? Maar goed, dus hij maakt me wakker. En uh, ik zei, nou, dan gaan we naar die stewardess stuurd, uh, en zeggen gewoon van, we gaan iedereen controleren. Maar Branko was met acht, negen man. En ja. dat waren geen kleine jongens. Hè? Er was een nachtclub-eigenaar, een, een, nachtclub een Kroaat. Ja, ja. Die was twee meter twintig. Die woog 140 <laughs> kilo. Een boom van een kerel. En die stond in het begin. En ik pakte met die vrouw pakte de microfoon. En toen zeiden we: Ja, we hebben geld in het, uh, in het toiletje laten liggen. We gaan iedereen uh, fouilleren. Ja. Om te kijken wie het hebt. En al die Kroaten stonden in het begin van je. Dus dat was heel imposant. En. Nou, toen op een gegeven moment dat ik dat had verteld, kwam er een man van achteruit met een tasje aan rennen. Ja, ja I, found it, I found it. Ja, ja, ja. Sorry. <laughs> dus, sorry. Dus toen had Branko zijn geld terug. Maar dat was eigenlijk de eerste K1 dat ze zo dat geld gaven. Later ging dat per bank. Ik wil het zeggen, want dat is de legende die je altijd hoort. Want dan kan je dat ze het altijd zo betaalden. Ja, dat ja. was echt zo. In de eerste, ik geloof de eerste drie galas. Ja. Ook toen met 400.000 dollar. Er werd zo cash betaald. Ja. En dus. daar betaalde je ook je belasting al. Dus dat was wel dat de belasting was betaald. Maar ja. Ja, het was toch een risico met zoveel, Om geld, zoveel geld, geld over de uh, hotelkamer. Te maar dat was daar eigen. Ja. Ik weet nog goed, Branko vocht toen tegen Marraker een, uh, een uh, MMA gevecht. Ja, 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 daar was je drie machine. ton voor. Ja. Dat werd zo vooraf betaald. Lekker. En toen werd Branco gedisqualificeerd in de eerste ronde. Dus het was ook nog wel een leuk verhaal tegen die Marrecaire. Ja. Wat een worstelkampioen was. Die was ja, 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 echt ja. verschrikkelijk goed. En Branco hield zich aan die touw vast met zijn elleboog. Ja. En die was aan het hakken met die andere elleboog ja. op zijn hoofd. Dus die ging steeds een beetje lager. Dus die schaar zegt te stoppen en dit. En nog een keer, ja, disqualificatie. Nou, we zitten de volgende dag zitten we in het hotel. Zitten we een lekker een bakje koffie te drinken. Komen er zo zeven, acht uh, van die japjes aan. In keurige pakken. Met uh, allemaal een aktetasje En allemaal een pintje eraf. Ja, ja, dus dat ja, was ja, de Yakuza. Yakuza. Ja, maar die kwamen uh, naar mij toe en buigen. En heel keurig van... Uh, Mr. Haring, can we talk with you one minute? Ik zeg oké, okay, dus ik sta op. En Branko, die blijft zo zitten en zijn bakje uh, koffie. En toen zegt hij... We want some money back. Because Branco is disqualified. So, you want about 20-30% that you give back to us. Dus ik zeg tegen Branco. Branko, they want your money back. Ik kan het hier niet omdat die microfoon vanuit. Dat Branco staat op. He said, Who wants my money back? Zo, so, en je weet hoe imposant hij is bij die kleine jappies. En ze kijken maar. I never give money back. I fight for it. Oh, oh, yes. Oes, oes. Oké, okay. thank you, Mr. Haring. En ze liepen alle acht als Pinkwins achter elkaar ja, 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 in het hotel uit. Maar ja. dat was zo schitterend, jongen. En Branco heeft zijn pinkies ook nog allemaal nog en zo. Die heeft nogal zijn pinken, die werd <laughs> helemaal niet aangeraden. Kijk eens wel uit. Kijk, er waren natuurlijk ook altijd heel veel Kroaten hè, die kwamen naar die wedstrijd. Het ja, ja, ja. waren niet uh, de makkelijkste jongens. Nee, om het wel even zacht ja. uit te drukken. Ja. Maar dat was wel grappig. Maar goed, door te gaan op die uh, K1, de, de voorbereiding. Ja. Het vergt heel veel praten voor een trainer, mm. mentaal, om je jongen op te peppen. Ja. soms is het dus niet nodig omdat ze totaal geen blessures hebben en dan zitten ze in die winning mood, maar je hebt ook wel eens dat een jongen een blessure hebt, dat hij toch zegt, ja ik kan dit niet meer gebruiken of ja. mijn hand is gebroken of mijn been ligt in elkaar, ja dan moet je hem toch zien op te peppen dat hij ja. toch gaat dan zeg ja. je jongen dan knok je maar met de dingen waar je wel mee kan vechten, het is maar drie rondjes ja. en misschien maar dat mentaal je heel erg natuurlijk om me voorstellen, wat weet je, als je tijdens een gevecht heb je natuurlijk de rustronde tussendoor dan heb je een minuutje dan kan je een beetje water, ijs ja. en een kleine ja. pep talk en weer door, dan heb je eigenlijk geen tijd over na te denken Bas. Beetje half uur moet wachten, je lichaam koelt af. En, dat is erg, want dan komen de, dan komen de, dan komen de blessures de pas en... echt naar voren. Ja. Want op het moment dat je vecht <laughs> op zijn balk, ja, al die loketjes, je pikt het. Ja, op dat moment dan voel je wel, maar je kan door die adrenaline door. Ja. Maar als jij in de kleedkamer twintig minuten, dan gaat het pas echt werken. En dan wordt het stijf en het wordt koud. Dus ook die voorbereiding, die opwarming, mag weer niet te lang duren. Nee. Omdat natuurlijk ook de vermoeidheid gaat meespelen. Ja. Maar ja, dat moet je aanvoelen. Ja. En dat is bij elke vechter anders. Ja. Ook de begeleiding en de benadering. Bij vechters. Ik bedoel, ik heb honderden jongens gehad natuurlijk. Maar het is bij iedereen anders. En dat voel je op een gegeven moment. Dat, dat krijg je niet die avond daarmee. Maar dat heb je al met de training in de sportschool. Ja. Dat je weet hoe iemand reageert op, op pijntjes. Hoe hij zich mentaal voelt. En ja, dan is het aan jou om, om met zo'n jongen proberen weer 100% te gaan worden. Ja. Ja, Branco, 38 was hij nog steeds, volgens mij, als ik niet vergis, de oudste K1-winnaar ja. ja. van, van het toernooi. Is dat ook meteen zijn? Zijn Pinnacle geweest aan hoogtepunten? Dat, dat nee. Nou uh... nee, ik weet ik nog goed dat de afscheidswedstrijd van Branko... die was natuurlijk heel bekend en heel geliefd. Want ja. vooral de eerste K1-winnaar. Je weet, in Japan een legende, dan ben je dat voor je leven. En toen was hij 43 jaar. Toen moest ik bij Ishii komen op kantoor boven oh. in uh, het nieuwe Takanawa Prins Hotel. Daar zat hij altijd. En toen zegt hij: uh, Mr. Tom, I want a farewell fight for Branco with Ernesto Hoest. En dat was net die periode dat Ernesto Hoest al zijn partijen won. Ja, dat hij een ja, ja. won. En toen keek ik hem zo aan. Ik zei: Ja, zullen we dat doen wel? Zal we dit ik, ik vind ook een afscheidpartij moet je wel een goede hebben. Maar je hoeft niet de beste te hebben op dat moment. Maar ja, hij wilde, nee, hij zegt alleen die partij wilde die doen. En anders ging die afscheidswedstrijd niet door. Dus ik ga naar beneden naar Branco, die zat in zijn kamer. Ik zeg, Branco, we hebben talk together. Ik zeg: uh, Mr. Easy wil je tegen Ernesto host hebben, maar ik ben daar niet zo content mee. En hij pakte dat grote hand en die legde die zo op mijn hand. We zaten naast elkaar. Hij zegt: Tom, Ernesto, he can never beat me. En dat zei hij zo met overtuiging. Ja. Ik zeg: So you agree with this fight? Ik zeg: Je wil dan echt ja. die partij hebben tegen Ernesto? Hij zegt: Yes, please. Nou, dus ik terug naar IC. Ik zeg, nou, het is akkoord. Ja. En toen was hij 43 En toen ja. won hij ook weer op knockout van Echt, Ernesto. Ja. Ja, Want ik man, heb ja. Ernesto wel eens gehoord in een interview. Hij zei, ja, ik weet niet tegen Branco, ik kan niet ja. winnen van morgen. Ja, ja iedereen is als je uit. Iedereen ja. heeft altijd tegenstander waar ja. het niet tegelukt. Ja, ja make fights. Ja, ja bijzonder. Als je, als je achteraf Branco denkt, is dat die K1 misschien voor hem? Hij won dan die eerste. Dat het voor hem misschien beter was geweest als het een paar eerder was begonnen. Ja, zeker, tuurlijk. Kijk, als Branco zeg maar de leeftijd had van Peter Arts, nou, ja. dan, uh, ik dan denk ik wel dat hij uh, diverse partijen uh, daar had kunnen winnen, wel, hoor. Want ja. uh, kijk, hij werd toch ietsje langzamer. Aan de andere kant, hij werkte wel heel erg op zijn ervaringen. Hij had natuurlijk ook honderden partijen gewoon gebokst. Engels ja. boksen, he, wat veel mensen niet weten. Hij had 180 wedstrijden semi-contact gevochten. Ja. He, dus dat is met full contact, maar dan uh, een beetje snapbewegingen. Ja. Zeven trappen boven de gordel en zo. Dat ja, 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 ja. zijn toch partijen. En boksen doe je hetzelfde. Ja. Dus die je draait. Dus hij zat ook aan de 300 wedstrijden. He. Vergis je niet. Dus ja. En ik heb hem leren kennen in Zweden. Ja, toen een, uh, een land, uh, Zweden tegen Joegoslavië, heette ja. dat toen ja, ja, ja. nog. Daar was ze nog kwaad om, want toen was net Kroatië afgescheiden van Joegoslavië en toen was ik scheidsrechter, want toen hadden ze een neutrale scheidsrechter dus het was een landenteam tegen elkaar en daar kwam Branko toen naar me toe en toen was hij al redelijk ouder en toen zei hij van uh, Mr. Haring, can I uh, talk with you? And I want to train at your ja. gym. You're okay? Ik zei, ja, is okay. En toen sliep hij ook bij me in de sportschool, hè, Branko, hè. Twee ja. jaar lang moest hij schoonmaken. En toen was hij al wereldkampioen. Maar toen was hij al redelijk oud. Maar daarvoor had hij partijen gedraaid, jongen. Nou, dat was fantastisch, gigantisch ja. gewoon. Ja en ja, hij was inderdaad eigenlijk een beetje te laat uh, ingekomen. Ja, ja. Als hij zijn begonnen meer, voor hem. Uh, ja, ja. ja. En dan had hij natuurlijk ook nog een keer dat Peter van zijn team in dezelfde school. Dus ik bedoel, Peter was ook geweldig. En ja, dan, die had hij altijd nog tegen hem ja. dan, weet je. Dus het was een beetje moeilijk. Ja, ja, en aan de andere kant kan je ook zeggen natuurlijk dat Iron Sharp is Iron. Dat ze elkaar natuurlijk ook omhoog hebben ja, gestuurd. Nou, dat is het alleen maar. Dan moet ja. je eerlijk in zeggen, je kan nog zo'n goede trainer zijn. Maar als ik één man heb die goed is, is ja. het voor mij moeilijker... dan dat ik tien vechters die echt goed zijn het rondlopen... want die gaan elkaar opvoeden om een hoger niveau te bereiken... Ja. Jij gaat dat ondersteunen als trainer. Ja. Maar dat is wel makkelijk. En er zijn nu ook scholen die veel kampioenen hebben. Dat is makkelijker omdat ze al veel jongens hebben om mee te draaien met elkaar. Dan ja. ga je terug in 94, dan ja. kom je met Peter. Uh, merkte je toen? Jij komt daar binnen dan als de coach en de kampioen, merkte ja. je dan dat, dat er wat veranderd was, ook in jouw status? En dat je daar uh, ja, heel, heel erg. Want in Japan krijg je natuurlijk heel veel respons voor wat je doet. Hè? Als je daar uh, wat, wat wint. Dan wordt het ook echt geaccepteerd. Weet je, het is toch een iets andere mentaliteit ja. wel dan Nederland. Maar goed, ja, ik bedoel, je moet toch vechten. Of, of ze je wel of niet leuk of aardig vinden. Je moet weer knokken. Maar wat ik wel merkte in die drie jaar. dat we achter elkaar die K1 wonnen. dat Shakuriki zo populair werd. Ja. En waar merkte we dat uit? We verkochten ook onze t-shirts. Ishi ja, ja, ja. had natuurlijk allemaal steentjes staan. Maar hij was, dat, dat is natuurlijk ook nog een hetzer geweest tussen elkaar. Ishi was Saido Kan. En ja. die had Satake, uh, Musashi. Hij ja. had heel veel Japanse zwaargewichten. En ik kwam met mijn Shakuriki ja. En hij wilde natuurlijk ook winnen. Hij was wel de promotor, maar hij was ook de, 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 de kans show uh, de leraar van zijn vechters. Ja. Dus het was toch een hard liefdeverhouding wat ik had met Ishi. En dat ging ik wel merken. Ja. Ze probeerden die ook zoveel. Mogelijk toch klein, te te klein en te beïnvloeden. Maar toen had ik 200 T-shirts meegenomen, die werden in een steentje geplaatst. Bij hem, bij en in vijf minuten was het uitverkocht. Terwijl die zijde ook een shirtje, die hingen er nog. Ja. Dus Isi had ook een beetje hè, dat hij je toch niet zo lekker vond. Dat jij dan met je jongens. En helemaal niet naar de tweede keer. Ja, en ja. helemaal niet naar de derde keer. <laughs> want dat was natuurlijk. En, en ja. ik merkte ook die jappen gingen ook steeds de regels een beetje veranderen. Hè? Ja. Want de eerste regels mocht je nog veel klinken. Ja. Dat mocht niet meer, want daar waren we veel te sterk in. Dat konden die jappen niet. Ja. Dus de tijden, ik geloof zelfs het eerste was vijf ronden. Kan ik me nog herinneren. Ja, volgens mij was het ook de drie, om. Was ze drie? Ja, dat is wel. Ja. Want ze wilden toen vijf, maar hebben ze veranderd naar ja. drie. Maar er werd steeds meer, ook met pakken, één ja. minuut één, één seconde loslaten. Ja. Ze gingen wel steeds meer de, de, naar die jappenstijl, gingen ze het een beetje proberen uh, om te vormen. Ja. He? Dus je merkt, en ja goed, uh, het is normaal, maar ja, een promotor die ook zijn eigen jongens laat vechten, die probeert natuurlijk ook met de gunstige loting. Ja. Ik merkte altijd, er zijn jongens die in een betere loting stonden dan bij wijze van spreken bij ons, weet ja. je wel. Maar ja, goed. Uh, als je met kwaliteit komt en ze winnen, dan kun je er weinig aan doen. Ja. Helemaal op knockout winnen. Ja. Want vergeet niet dat Peter tegen Saterkei stond toen, ja. of uh, Branko tegen Saterkei in de tweede k 1 ja. werd die verlies afgeklaard. Maar dat was niet terecht. Want ja. anders had ik weer gehad dat Peter, Peter tegen Branko moest vechten in de ja. tweede, weet je wel. Ja. Dus, maar dat vond ik dan niet zo erg. Want zolang een jongen van ons vond, uh, vond ik het best natuurlijk. Ja, nu kwam dan met Peter inderdaad. Die het eerste jaar was het niet gelukt. Dan Branco ja, nu waren ja. de rol omgedraaid. Nu tweede rollen jaar, omgedraaid. Vocht Die hij de eerste ronde En Branco gunde het hem ook van harte ja. hoor. Dat vond ik wel. De sfeer was wel bij ons zo. Dat wie het ook werd, dat maakte niet uit. Als nee. maar één jongen van onze school het werd. En dat vond ik ook van Peter de eerste keer. Werd, die, die reageerde er, er heel sportief op. Dat hij het toch leuk vond dat Branco. En omgekeerd, Branco vond het weer geweldig dat Peter uh, zijn partij ja, 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 en die kom je dan met Peter, het tweede jaar, die vecht die de eerste ronde tegen Rob van Estonk, andere Nederlander. Ja, ja. Uh, zware partij eigenlijk voor hem. De eerste ronde, we kregen hij een paar stompen. Achtellen om zijn broek. Ja, ja wint er dadelijk wint hij nog wel ja, op KO, maar op KO, toch, ja. ja, toch een, een, een lange, lastige partij voor ja, hem. Ja. Uh, uh, weet je nog wat er dan gebeurt in de kleedkamer? Ik kan me voorstellen dat Achtellen dat het ook, nou ja, misschien wel zijn sporen nalaten op een of andere manier. Nou. Met Peter, ik, met andere jongens kan ik het misschien vertellen, maar Peter was zo'n boer, die ja. had te schijten. <laughs> en moet ik eerlijk zeggen, kijk, alle jongens, zelfs een badder heb ik gehad, dat hij voor de partij, dat hij zal ik wel gaan vechten, dat hij zich onzeker voelde. Ja. Hè, dat was toen in Almere, dat hij tegen El Peres, 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 ja. Vocht hij, won hij nog in de vijfde ronde op knock zelfs bij mij, dat hij die partij werd verzet van het begin naar het einde. Uh -huh. En toen uh, zei hij, oh, ik vecht niet meer en ik heb er geen zin. Maar het was gewoon dat die mentaal er even helemaal doorheen zat. Dus heb ik moeten lullen als brugman. Ja. Maar bij Peter, ik, ik vergeet nooit die partij tegen Lopman. Op die poster. Ja. Ik, zeg, ik zeg Peter, was Peter een jongetje van 18 jaar. Hè? Ik zeg Peter, kijk eens naar die armen van die Lopman. Ik zeg: Ik krijg geen stom van hem. Hè? Zo zet ik hem ja, ja, ja. een beetje te jennen. En Peter toen, had ik al een dunne armje. Ja, maar toen zei Peter, sensai. Look eens naar mijn, uh, kijk eens naar mijn naar mijn kuiten. Ja. Peter had zulke onderkuiten. Maar dat, die antwoorden, weet je wel. Ja, dus ja, ja. ja toen, toen na die ronde dat hij had gewonnen, gewoon zijn partijen. En ja. hij zit in de huis. Oh, maar ik ben nu wakker, zei hij En ik ben wakker. Ja, okay. Want dat was wel bij Peter. Vaak ja. de eerste ronde, moet je maar eens opletten, ja. krijgt Peter vaak stoten voor zijn bek hoor. Ja. Dat heb ik wel eens meer gemerkt. Maar hij moet echt even wakker geschud worden. Ja. Dat hij denkt: van hè, gaan jullie me slaan? Ik ga eens terugrammen. En dat was Peter. Want Peter is ook niet een van de technische vechters. Ja. Denk. Het nou niet hij kon wel hoog trappen en hij won nee. ook een hoop op hoge kous, maar hij draaide die heupte zo in dat hij een beetje met zijn stijve been ja. heel hoog kwam. En als hij doorswiepte, nou die, die kon je niet blokken, nee. want dat draaide door zo verschrikkelijk hard. Dus Peter was eigenlijk wel een mannetje pad op dat gebied. Ja, ja, ja. Uh, uh, wat is nou wat dat het met Branco geworden? Peter is ook ook een jongen van jou. <laughs> nu weer twee jaar achter elkaar. Welke was nou voor jou bijzonder? Dus? Nou, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik, nee, ik, nee dat, dat zeggen ze nu ook wel eens. Wie was je beste vechter? En dan ik, ja. ik zeg dan wel, de bekendste vechter is Peter Aerts. Gewoon, ja. dat kun je onnamelijk. Hij is Mr. K-1. Maar ik had een tacking done match. Een jongetje van 57 kilo. Die was misschien tien keer beter dan hun. En dat meen ik echt. Mm -hmm. Die stond tegen Dogma Pay te vechten. De top thuis van het Radje Damnoen en het Lupini Stadion. Dat die vijfmaal drie minuten echt een wereldpartij neerzetten. Zo close. Terwijl niemand kon tacking done match. Nee. He? Dus het was heel moeilijk voor mij om te zeggen wie de beste of of de, wie het het liefst bij me zat elke vechter had ik wel wat mee ja He, is het niet het een, is het andere. En ja, ik, zolang het maar dat die jongens hun partij konden winnen, was voor mij het belangrijkste. Ja. En voor die jongens ook natuurlijk. En ik had het met Peter, had ik het. En ik had het met Branko. En ze hadden allebei een andere benadering. Branko, daar moest ik echt een beetje tegenaan. Van, je gaat het tegenin en je moet he, knokken. Moest ik meer een, een speech houden. Terwijl Peter moest ik eerder een beetje rustig houden. In het begin ja. ging ik dan wat te keer. Maar dan was hij op een gegeven moment. Dan ging hij al zo ver met mij mee. Dan moest ik weer. Even dousmat. Ja, ik wat... heb een zwaag, weer gaat Die eens even leuk? Dat was Kenneth Plak. Die ja. vocht in Moskou ja. om de wereldtitel. Ja. Ook tegen een Engelsman. Zat helemaal vol, 10.000 man. Was, uh, in, in de winter. Een pak sneeuw lag, ik vergeet het nooit. Zaten 10.000 militairen in die zaal. Nou, schreven en. Maar Kenneth, en ik was er met Kilbert Ballantini. En ja. Kenneth moest om de wereldtitel vechten. En toen zei Kenneth tegen mij: Hij zei: Sensei. Het was zo'n hele lange Surinaamse jongen. Hè. Sensei. Kunt u mij een beetje fel maken? Ik zei ja, jongen. Ik zei, maar het is nog twee uur wel een beetje vroeg. Want ik had mijn ja. schemen natuurlijk. Maar zo, als jij dat wil. Dus ik begin met een beetje warm te draaien en te praten. En pak die titel en je sloopt hem En dit en je kent het dan wel. Op een gegeven moment gaan die ogen gaan rollen. En ik ben ook een beetje trapkussen en praten. En op een gegeven moment slaat hij helemaal door. Gaat hij met mij vechten. Ja. Dus hij pakt mij God knieën en trappen. Maar Kilbert komt net uit het toilet. Ik zeg, Kilbert, hou vast! Dus hij schopt een spiegel aan tweeën. Ja, Kenneth draaide helemaal door door mijn speech, weet je wel. En toen op een gegeven moment hebben we hem op de grond en ik geef hem een paar klap op zijn wangen en zeg, zeg Kenneth, je, je vecht met je eigen senzai! Stop, stop! En dan gooi je water in zijn gezicht en... Oh, sensai, bloed ons. zijn teen bloedde helemaal. Oh, sensai, sorry, dat, dat is niet mijn bedoeling. En elke keer als ik hem nu nog zie, of wat, altijd nog zijn excuus. Van sensai, sorry dat ik u klappen gaf en trappen gaf. Maar we lagen dus te worstelen. Maar goed, zijn been helemaal verbonden. En toen zeg ik, ik zeg: zie je dat komt ervan? Ik zeg: je moet nog even rustig wachten. Nou, toen heb ik een kwartier voordat hij moest opvechten, deed ik het weer. Maar een beetje ja, rustig. Half, en beneden, ja. Hij wordt nog zijn partij knock-out ook. Terwijl ze bij alle poot in elkaar staat. Maar je moet ermee opletten. Dus iedereen ja. heeft toch een andere benadering. Ja. Hè, hoe je iemand op moet fokken om die partij te gaan winnen. Ja, maar als je nou Peter neemt, hè, specifiek, hè, die in het Doompool van 93. Tot 2010 heeft hij geloof ik op één jaar na geloof ik elke keer de laatste 8 gehaald. Hij ja. heeft er drie keer gewonnen. Hij ja. heeft nog drie keer de finale gehaald. Ja. Dus hij is, kan je wel zeggen, echt de ultieme toernooivechter. Ja. Wat maakt hem zo geschikt voor toernooien? Dat hij de scheid aan heeft. Ja. Peter heeft scheid. Ook, ook hij is. Uh... Tuurlijk heb hij blessures, maar, maar Peter kan dat wel zeg maar uitbannen. Als hij pijn in zijn ja. poot hebt, dan, dan kan hij zeggen: oh, Ik voel niks. Ja. En dat, dat is een hele goede karaktereigenschap. Ja. En dat zullen we meer jongens hebben, maar Peter had het heel extreem. Ja. En, en ook de wil om te, te winnen. Kijk, zijn laatste partij dat hij bij me vocht, is inderdaad tegen Sam Schild geweest. Ja. Nou, iedereen staat die partij nog voor ogen, want dat was eigenlijk een finale partij. Ja. geweldig wedstrijd. Ze sto ja. stonden op de banken. Die ja. jappen zaten te huilen ook in de zaal, naar ja. die partijen. Maar Peter had zich toen zo gegeven, het was Peter toch ook al een stuk ouder. Ja. Hij kwam ook uit een dal, want hij was toen, uit uh, had die laatste partij verloren toen van uh, Badder. Uh -huh. Weet je wel, dat hij uh, springende onder de knieën een beetje en dat hij neerging. En toen kwam hij bij me weer trainen, want Peter was een tijd weg geweest bij me. En ook natuurlijk de afstand helemaal steeds van uh, naar, naar Amsterdam van Best. Maar toen had ik hem wel zo geprepareerd. Nou, hij was zo gemotiveerd en ook weer in topvorm. Want die wedstrijd, hebben we, zeg maar, die training naar die wedstrijd, ja. ben ik zo goed met hem bezig geweest. Maar niet te hard. Ik ja. trainde niet zoals ik dat ik met Hestie deed of nee. met, uh, met die, die andere zwaargewichten. Nee, je moest doseren. Doseren. En ja. dat deden ook een hoop trainers niet. Toen Jeroen de ook bij me kwam, ja. was ook al ouder. Als ik die mee liet trainen met mijn systeem, redden ze het niet. Nee. Ik moest Hestie te, achter de rug van die jongens. Hestie, rustig aan, niet te hard. Ja, ja in de ring. Echt ja. waar, hè? Dat was dus die nieuwe generatie. Ze konden niet dat niveau. Maar als ze in de ring staan, dan hebben ze wel die ervaring. En dan blijft het altijd moeilijk. Ja. En dat was wel met Peter. Ja. Weet je, als hij eenmaal in die ring stond. Maar ja, je moet zelf ook wel kunnen trappen en uitdelen. Ja. En dat was een beetje weg bij hem. Toen die ja. partij dat hij want hij zat toen bij Jan Plas, maar Jan had toen problemen met zichzelf. Dat zei hij ook. Ja, hij was ook niet meer helemaal één met de vechters. En toen is hij teruggekomen. Toen heeft Peter geloof ik zes partijen bij hem gevochten. Alle zes gewonnen. Ja. Tot, laatste tot de laatste finale, finale partij. Ja. Dat hij van uh, LS Overeen ja. verloor. Maar toen zat hij ook helemaal stuk hoor. Ja. Maar even één stap dan vooruit lopen. Hè. Die partij tegen Sem Schilter. De meeste in ieder geval oudere kickboks fans. Ja. Die kennen die, die zich dit nog wel herinneren. Het was een geweldige wedstrijd. En het was ook een beetje de... En toch een beetje de blauwdruk hoe je Sam Schild moest bevechten. Want dus in de tijd waar Sam Schild eigenlijk een soort van onverslaanbaar was. Maar, ja, niemand wist hoe hij het moet doen met die lange stelte. En uh, natuurlijk ja. zijn spelletje geperfectioneerd. En Peter deed eigenlijk als eerste. Inkomen. Ja, Inkomen. Als, in als, als, je, als, je als je bij hem niet invecht, heb je geen van kans. Nee. Ten eerste is hij te lang, te groot en te sterk. En met die malle tenen, hij trapte cheap. Ja, 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 ja. Dus niet eens met de bal van zijn voet, nee, ja, gewoon met zijn, zijn tenen, tenen je vooruit. Ribben, ja, Zo heeft hij ronde je bannen eruit getrapt in de eerste ronde. Toen is die ronde banne bij me ge gekomen. Na dieper. Ja. Maar ik zei tegen Peter, Peter, alles erin. Alleen maar kleumen. Doe ja. maar een straatgevecht. Ja. Doe maar net of die je kind hebt geslagen. Nou, of je vrouw. Ja, zo praat ik ook met die jongens. Hè? Ja. Dat ik ze opvoeg. Je, ja. je moet maar denken dat, 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 dat die je zoon een paar klappen geeft. Laat jij je zoon slaan? toch door niemand, al is hij drie meter. En zo stond ik te praten. En dan zag ik die kop van Peter gewoon. Wat? Mijn zoon slaan? Wat? Ik sloop hem. En dan zei ik nog eens Peter: denk om hè? Hij wil je zoon slaan. En dan ging hij erin. En dan zag je me. Hij kon niet eens bij komen. Maar hij sprong er soms in om ja, hem te raken. Ja. Weet je, nou, dat was ja. fantastisch. Geweldig. Ja. Ja. Ja kleunpartij. Zijn um, ja, eerste ik... partij vocht hij tegen Maai Timo. Ja. Die won nu op knock-out. Ja. Ja, dat ging vrij makkelijk. Toch. Dat was een absolute slijtageslag. een slijtageslag. Dan lag hij ja. ook volgens mij best wel een Je zag in zijn gezicht ook. Uh... Nou, hij ging naar het toilet toen. En toen piste die bloed. Hè, ja, ook, was hè. Hij ja, plaste bloed. En dat vond ik toch wel eng. Want ik denk, ja. hè, iets met je lever of je weet ik veel. Ja. Je in je nieren. Maar toen uh, lag hij zeg maar een kwartiertje en toen zegt hij, nou, ik voel me eigenlijk best weer goed. En ja. terwijl die lag, liet ik hem al bewerken. Hè? Want ik, ik voelde dat hij heus ging vechten. Ja. Ik deed net alsof van, nou, Peter, als niet gaat, gaat het niet. Maar ik was bezig met hem dat hij wel moest vechten. Ja. Hè? Want dan, die jongens gaan lekker maar zeer even warm weer worden. En een beetje drinken. En zijn nek goed. En in zijn, uh, ijs in zijn nek. En toen op een gegeven moment zegt hij... Nou, zeg, ik ga er te gaan. Ik ga het toch proberen. Ik zeg, wat je sloopt hem. Maar ja, ik merkte toen. Toen was hij echt op. Ja. Hij was echt op. Maar, maar had maar het jij toen zelf, had had je, zelf had je, twijfels, had je twijfels? na, na zo'n sluitaanslag te ja, geschild? Ja. Ik eerlijk gezegd voelde ik... Je redt het niet. Nee, nee. kijk, omdat uh, Lester is ook een goede vechter. Een ja. sterke jongen. Had niet zo'n zware partij gehad. En hij uh, was fit. Dus ik, ik voelde toen: ik denk, nou, we gaan het proberen. Want kijk, een stomp is een stomp. Hè. Als ja. Peter je raakt, dan uh, ga je ook neer. We gaan het proberen. En ook voor Peter en ook voor de organisatie. Want anders ging die finale partij mm. niet door. Dat is ook een afknapper. Hè. Als je ja. een achtmans ternooi hebt en je hebt geen finale. En toen Peter weer de zaal in kwam, jongen, die hele zaal veerde op. Want ze dachten ja. ook geruchten: hij vecht waarschijnlijk niet meer en zo. Maar ja, hij ging er toch weer in. En dat is, dat is Peter Arts ja. Alle hulde aan hem qua uh, karakter. Ik, ik kan hem wel naar die ring toepraten. Maar hij moet erin staan. Ja. He, dus de eer is voor die jongen gewoon ja. dat hij dat, dat hebt. En ja, dat vond ik geweldig. Ja. 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 ja, het was wel geweldig. En tegelijkertijd in die wedstrijd. Ik vond ook dat Peter Aarts, ja een van mijn favoriete vechters maar uh, Hij werd zo afgeschminkt eigenlijk ja. in die wedstrijd. Ja. Dat ik het eigenlijk ontluisterend vond. Ja, dat, je, je, je zag hem volgens mij ook. Mentaal knakken ja. op een gegeven moment. Maar daar is de andere kant. Als je een trainer. de jongens in de vechtsport begrijpen dat. je gaat wel vechten om te onder. Hè? Ja. Hij blijft niet in zijn kleedkamer nee. liggen. Nee. door even niks te doen. Hij 100%. ging erin, zwaar geblesseerd. en ook geknakt al door die zware ja. partij. maar hij ging er toch in. En ja, dat dan zo'n partij verandert. Dat ja. Ja, daar kun je verder niks aan doen. Daar moet je gewoon respect voor hebben. Ja. Uh, hij is ook echt, echt een samurai qua, qua, ja. qua mentaliteit ja. Ik heb wel het gevoel dat was ook een beetje in de in, in de herfst van zijn carrière al een beetje ja. en, toen. Ja. Uh, en en dan zag je ook dus het duidelijk verschil met inderdaad toen hij in 94 95 wonnen in, in die jaren. Uh, weet je, dat, ik werd nog die, die, die lange kousen. kousen, dus geen kousen dat, omdat, dat vond ik ook al niks, maar goed, dat deed hij natuurlijk omdat hij toch behoorlijk last had ja. van zijn benen. Die heb, kijk, hij heeft natuurlijk zoveel partijen gevochten, Peter. En ja, had op een gegeven moment had hij een... Uh, dat hij mocht van. Want normaal mag het niet eens in de reglementen staan dat je geen hoger. Maar hij mocht het gewoon, anders kon hij echt niet meer vechten. Nee. Dus. nee en dat is gewoon een optelling van al die jaren. Van al, die al die jaren gevechten. knokken. natuurlijk slijtage is dat ja. op een gegeven moment. Ja. ja. Ja, had hij dat dan ook? Nou, die was het schild los van je. zegt bloed, bloedplas, dat lijkt ja. wel serieus genoeg hoor. Maar ja, ja. wat waren de andere dingen waar hij toen mee, mee kampt? Nou, hij had ook wel last van zijn kaak, had hij want hij heeft toch ook een knie gekregen van Sam Schild. In de, in de hoek dat, dat symbool, hij een keer in de hoek grote stond. Zijn ja. Zie je raken, die mot, hè. ik raak hem ook nog. <laughs> maar, euh, nou, het had veer, meerdere dingen. Weet je, hij had ook last van zijn hand en uh, ja, ook veel pijn aan, aan zijn benen. Maar. Uh, hij was gewoon op. Hij was op. Ja. En als je dan even ligt, dan voel je je wel weer beter. Maar ja, kijk, 20 minuten, een half uur. Kan je niet herstellen van zo'n zware partij? Dat is onmogelijk. Nee. Dus ik wist het wel, maar ja, we gingen het toch proberen. En ja, daar ben je een vechter voor. Ja. Eh, een samurai en, en Shakuriki, die geeft toch nooit op. Dat is mijn stelregel. En kijk, gaat het echt niet? Ik had ook de handdoek kunnen gooien. Hè? Dat dacht ja. ik. Nog aan. Maar ik weet dat wilde Peter absoluut nee, niet hebben. Want ik heb heus wel eens bij vechters voor mij een handdoek gegooid. En niet vaak, maar als ik echt dacht. Ik heb zelf wel eens een partij, wat ik, uh, zat ik te kijken. Bij mensen in het buitenland. Dat die jongen zo geslopen werd. dat ik naar de ring liep. dat ik een handel pakte en in de ring gooide. Ja. En dat later. dat in het begin iedereen. wat doet die nou? En dat ja. ze me gelijk gaven. dat ook die dokter. en de, de scheidsrechter. en later ook de trainer. dat die zei, ja, het is toch wel goed dat u dat deed. Ja. Een jongen, ik kon het niet aanzien. zoals ja. een jongen werd echt gesloopt. Het ja, het wel interessant dat je dat zegt. Hè? Want er roest. rust heel vaak een beetje een taboe op. in, in de versport. om dat te doen. Want dat wordt gezien als, als een zwakte bord. als ja. opgeven. Ja. Terwijl. Uh, ik ben van mening, maar ik wil, wil weten hoe jij erover denkt, dat je als trainer ook een verantwoordelijkheid hebt om te waken over de geschiedenis, of over de gezondheid van je vechter. niet alleen die avond, maar ook op lange termijn. Dus je ziet dat iemand veel onnodige schade in, uh, op, oploopt, ja. dat, je, dat, je, dat het eigenlijk je verantwoordelijkheid is om. Kijk, de scheidsrechter kan hem stoppen, ja. de dokter kan hem stoppen, ja. de vechter kan hem stoppen, en ja. jij als trainer. Ja, en ik heb het niet nooit, vaak gedaan, nou niet opgeven. snel, een vechter. Maar als hun verzaken, dan gooi ik rustig de handdoek. Ja. Want waarom zal je zo'n jongen... Nou, kijk, die jongen komt direct weer thuis bij zijn ouders. Meestal zijn het jonge jongens. Moet die hersenletsel hebben dan. Ja. Dus ik vind het helemaal geen schande. Als jij een handdoek gooit. Nou ja, goed. Dan is de partij, is die andere jongen veel beter. Geef hem dat respect. Maar je oh, moet die God. jongen ten alle tijde in bescherming nemen. Dat ja. vind ik als trainer, ben je dat verplicht. Ja, ik, ik zal me nooit vergeten. Een gesprek dat ik ooit had met Dennis Carvel, De trainer van, van Rico. Dat die Rico al jong is in zijn carrière. Tegen Jamal Bensadik vocht toen de eerste keer ja. en toen uh, neer werd geslagen. Uh, en dat Dennis wel toen ook de handdoek gooide. En gewoon puur zo van ja, hij kan nog wel doorvechten. Maar hij was, hij was het verliezen. Uh, hij was toch heel jongens gecreëerd. Ik ja. wil niet dat hij onder de schade. Dus laat maar lopen. Heilgoed, ja, er komt wel weer een nieuwe wedstrijd. Heel goed gedaan. Ja. Absoluut. Ja. Want wie weet als hij het niet had gedaan, had hij misschien niet eens verder kunnen vechten. Nee. Of zo'n jongen knapt af dat hij nooit meer de ring in wil. Dus je moet dat gewoon doen. Dus een handdoek is niet dat je. Zwak bent, het is ja. eerder dat je sterk bent dat ja. je je jongen durft te beschermen. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, en dat moet ook als trainer wat boet. Want ik was de Wilder toen tegen Tyson tegen, uh, Fury de tweede keer, volgens mij, dat zijn coach de handdoek gooide. Omdat, nou, omdat hij gewoon te veel klappen nam. En die heeft later zijn trainer ontslagen, omdat hij vond dat dit had hij nooit mogen doen. Dan denk je, nou. ja, volgens mij ga je nu je doel voorbij. Want ja, vind ik niet. De coach uh, waakt altijd. Eigenlijk moet, hij, eigenlijk moet hij heel dankbaar zijn ja. dat, hij, dat hij zoveel gevoel heeft. Want het kan ook omgekeerd zijn dat een, een trainer denkt: ach, krijgt de pest wat maakt mij het houdt, die gozer in de ring, He, hij vecht, hij wint of hij verliest. He, ik vind dat juist heel goed als zo'n jongen dat doet, meen ja, ik echt. Dus ja. ik begrijp die uh, houding eerlijk gezegd. Nee, even, ik, ik heb, ik heb altijd moeite mee. Het ook een beetje uh, vaak met de betaalstructuur volgens mij te maken. Dat vecht dus, krijg uh, show money en win money. Ja. En op het moment dat je die handdoek gooit, dan verlies je eigenlijk je kans op je win money. Oké, okay. dat oh. is het ook wel, ja. Dat, ik snap dat wel, maar ik denk ja, uiteindelijk wat is dan die, die, die paar centen op de lange termijn? Begrijp weet je, je, je? Je gezondheid. Je toch, ja. ja. Goed. Uh, dus 2010, we hadden we het net over. Hè? Dus met Sammy Schil toen, die geweldige wedstrijd. Ja. En toen uiteindelijk de Tussendoor 95 won hij hem toen ook. Uh, en toen vocht hij de halve finale tegen Ernesto Hoost. Ja. volgens mij een extra ronde kwam. Ja. Dijk van de partij, geweldige wedstrijd. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat dat toch wel wat sporen nalaat. als je dan nog een finale hebt ja, vechten. Ja, tuurlijk. En vooral als je een ronde verlengt. Vergis je niet, dan is het toch vier ronden. Kijk, wij hadden dan zeg maar acht man. Ik heb zelfs een keer gevochten met zestien man in Japan. Met ja. Nobu Hayashi. Dat was die Japanse K1. Ja. Dus die moesten vier partijen vechten. En toen kwam Nobu ook van mij en kwam in de finale. Terwijl ze hem helemaal niet konden, die jongen. Nee. Want hij kwam als 18-jarige jongen bij mij in de sportschool. Was 140 kilo. Ja. Met uh, pokdalig gezicht. Ja. En uh, zijn haar stond omhoog. Dat ik met mijn zoon stond te wachten. Waar is die vechter uit Japan? Dat we hem totaal niet zagen. Want het was één dik proppie wat langskwam. <laughs> en later komt hij naar me toe. Hij zegt, Oh, Nobu. Ja, zie je, Nobu. Nou, die hebt toen een metafose ondergaan bij mij in, in een half jaar. Die viel 30 kilo af. En zijn haar geschoren. En hè, dat werd echt... Een een strijder toen. Maar die moest toen vier keer vechten op zo'n avond. Ja. Wat denk je wat dat is? Zeg. Ja, 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 dat is wel heftig ja. ook, hè? Als je nou al die, al, die, al die jaren, al die toernooien, al die dingen, die bijgevat, wat is nou het mooiste wat je is bijgebleven? mooiste herinnering? Misschien, misschien niet eens een overwinning of een titel, maar... Nou, ik, ik, ik vond toch wel... Eigenlijk, kijk, de eerste was heel indrukwekkend natuurlijk, omdat je wist niet wat er ging gebeuren en hoe dat opgezet werd in Japan. Hè. Dat was een show-element, fantastisch. Maar eigenlijk, wel de grootste nooie, wat ik toch wel. was in de Tokyo Dome. Dat er 60.000 mensen zaten. En dat waren, was niet de eerste keer. Dat nee. was toen in een zaal waar geloof ik 15.000 ja, man in ja, ja. konden. Maar na een paar jaar gingen we in de Tokyo dom. Nou, dat, dat was zo'n gigantische operatie. En, en of je nou won of verloor, de, de, de presentatie van de vechters, hoe dat ging. He, dat ze, zeg maar, zo in de tribunes gingen staan. En nou, dat, dat was geweldig. Dat is echt. En ook daar groeide ze natuurlijk in een promotiemateriaal. Want in het begin was het voor IC ook een beetje zoeken. Ja. Maar het voedsel. Hij had een staf, geloof ik, van 50, 60 man om me heen. Het werd dus steeds groter, werd het opgezet en ja. de hele wereld keek naar. Ja. Nederland, behalve dan, want in Nederland gebeurt het niet. Ook zo'n leuk verhaal. Branco won de eerste K1 hè, in 1993. We gingen terug naar Zagreb. Nou, stond 80 tot 100 man. Ja schrijf van de pers, televisie, ja, radio, ja, ja. bladen. Ik wist niet wat ik meemaakte. We kwamen in een, een hal en moest Branko en ik uh, interviewen afnemen. Nou, de kranten stonden vol van. Dat was 93, 94. Want Peter Arts ja. kwam we op Schiphol en stond er één mannetje uit best. Ja. van ja. zeg maar wat wij hadden het Wieringsweiplaat. Ja, 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 en die stond suffice. daar en die ging Peter interviewen en mij interviewen. Nou, oké, okay, niemand wist het in Nederland. Nee. Ja, de vechters van horen en ja. zien. 1995, Peter, won weer. Wat denk je? Staan de twee man op Schiphol. Diezelfde man van uh, best, ja, best ja. met een fotograaf bij. Ja, toch wel uitgebreid. Dus, maar ik bedoelde <laughs> mee te zeggen, had hij twee keer al de K1 gewonnen ja. in Nederland? Niks in de pers, niks, helemaal niet. Het is toch eigenlijk schandalig, was ja. Terwijl bij Branco, hè, dat al een jaar, twee jaar eerder was, dat er al zoveel mensen voor waren. Ja, maar ja dat is de Nederlandse mentaliteit. Ja. Is wat dat betreft, hè, Want jullie zijn toch... bent uh, 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 namelijk vanaf de jaren zeventig al, maar dus in de jaren 80, jaren 90. Dat was een beetje de hoogtijdagen van het, van het kickboxen aan het, aan, aan het pionieren. Uh, Toen een beetje de basis gelegd van wat nu... Weet je, krijgen wel die vechters veel meer de aandacht. Ja, ja. Nationale televisie, talkshows, uh, et cetera. Ja. Zelfs uh, filmrollen, noem maar op. Gelukkig wel, ja. ja. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Kijk, wij hadden dat ook, maar in buitenland. Ja. Het, het gek is, vooral onze school in buitenland waren we veel bekender dan ja. in Nederland. En ook hoe je behandeld werd, hoe we wedstrijden. Ik vocht natuurlijk ook ontzettend veel in Buitenland. Geen K1-wedstrijden. Ook met Muay Thai mm -hmm. in Thailand. Ik vocht in Nieuw-Zeeland, ik vocht in uh, Australië, in Amerika, in Hongkong. He, met lichtgewichten, middengewichten dus daar hadden we veel meer respons van zeg maar de fans mm -hmm. en, en, en de media dan dat we in Nederland hadden en eigenlijk waren de eerste zeg maar berichten in Nederland was toen Brilleman ja. zeg maar was neergeknald en uh, toen ja. begon het al en er was natuurlijk een negatief uh, stuk met Badr hebben we het in het begin gaat heel negatief en toen kwam gelukkig onze ideale schoonzoon Rico Verhoeven en die bracht het ja. weer een beetje uit de sfeer daarvan en ja. toen is het eigenlijk omgeslagen ja. en Badder Deed je ook toen weer normaal, hè, bij de wet ouder en zo. En die ging dan ook een beetje zich meer uh, op versportniveau uh, gedragen. En ja, nu is het gelukkig de goede kant op gegaan. Want ja, ja nu is het eigenlijk heel bekend ook door die televisie, het kickboksen. Ja. En kijk, toen, toen, in die periode had ik alleen maar straatjongens, ja. nu heb je academicus die trainen, mensen die gestudeerd hebben, een beetje uit goede gezinnen. Dus het was niet alleen het, 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 het sensatiepubliek, wat toen de tijd naar je school kwam. Nee. Nee. Nou ja, Maar als je dat ziet, dus een paar jaar geleden, banner tegen Rico toen de tweede keer in de Gelderdoorn met 32.000 mensen en 4 miljoen, 5 miljoen mensen, weet ik wel, naar televisie kijken. Uh, dus dat, ik vind dat schitterend en ik vind dat ook, dat is ergens begonnen, weet je? Dat is ja. Ook wel, ja, ik zeg altijd, we staan op de schouders van reuzen. Ja. Weet je? En, en de reuzen, dat zijn natuurlijk de, de jongens, die, ja. Ja, die, die jongens. Ja, de jongens De vechters, absoluut. Ja. 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 Um, nou gaat de Gloria zo meteen weer in, uh, in maart gaan ze weer de achtman toernooi doen. Die we ja. die heavyweight grand prix weer een nieuw leven in te blazen. Ik vind dat een geweldige. Ik kijk er nu heel erg naar uit. Tuurlijk. Ja. dat is dat is. Kijk, weet je, iedereen weet dat vechten is zwaar, maar je hebt dan wel acht top zwaargewichten die ja, je met elkaar gaan knokken. En dat is ja, dat dat is. Je weet namelijk niet wie de winnaar gaat worden. Terwijl als je in een one match hebt, dan ben je toch sneller geneigd, oh, rood of blauw wint. Ja. Nu is het toch van zoveel factoren afhankelijk. Hè? Hoe kom je de eerste ronde door? Hoe kom je ja. de tweede ronde door? Hè? Dus er zit meer spanning en sensatie in in die acht Dus ik, 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 ja, ik juich het van harte toe. Ja, als je nou als, als ervaringsdeskundige, iemand die dat trucje een aantal keren succesvol heeft uitgevoerd, ja. uh, de blauwdruk moet geven aan zeg maar die acht jongens die nu dat toernooi gaan doen. Om succesvol je voor te bereiden op het toernooi. En het toernooi dan volgens ook door te komen tussen de wedstrijden door. Wat voor adviezen zou je dan geven? Ja, ik, ik zou toch zeggen, die trainers zeggen van benader een beetje het systeem. Van die wedstrijden. Ga ja. met je jongens zo trainen. Want het is natuurlijk anders dat jij anderhalf uur bikkel gaat traind en je zit lekker in die vloer. Dan dat als je op een gegeven moment lekker warm bent. Mm -hmm. Je hebt gespart met elkaar. En je zegt: Nu ga je twintig minuten even niks doen. Ja. En dan ga je weer op, dan zijn ze daar ook aan gewend. Je moet er wel aan wennen, hè, aan ja. dit systeem natuurlijk. En vandaar dat wij misschien heel goed beslagen thuis kwamen, want dat deed ik al bij de eerste K1. Dat ik wel het systeem nabootsen van drie keer vechten op een ja. avond. En dat deed ik dan in de school, dat deed je dan iets korter. Want ja, je gaat niet natuurlijk zo'n hele avond wetten, vullen. Nee. Maar dan deed ik dat in twee uurtjes, ja. dat we toch drie keer die jongens weer op moesten peppen om ja. te vechten. En dat zou ik zeker doen. Ja. Ja. ja, en als je dan hebt over de, de avond zelf, hoe benader je dan zo'n avond? Ga je dan naar zo'n avond heen? Dus schets, schets dat eens een beetje van, van begin tot eind? Nou ja, zo'n avond is natuurlijk eigenlijk de voorbereiding op de eerste partij. Is een beetje hetzelfde als dat je een normale, normale partij om een match uh, vecht. Het gaat juist om na die partij, hoe ga je dan met je jongen om? En ja, ja dat is natuurlijk bij, bij iedereen anders. Hè? Dus, er zijn jongens die van nature zeggen, nou, ik ga weer knokken. En een ander die denkt van ja... Het wordt toch wel moeilijk. Het is echt, ieder mens heeft een ander karakter. En jij als trainer moet dat aanvoelen. Wat je gaat doen met zo'n jongen. Ja. Ik heb tegen jongens een schelden en een vloek. Ik heb als jongens een draai mijn oren gegeven. En Ik heb ook als jongens heel zacht aardig aangepakt. Ja. Ik heb ook wel eens gezegd van nou, ga me niet meer vechten, want je durft niet. Je bent een, weet je wel, nee. je, je kan niks. En je, je, maar meen je dan of is proberen dan wat uh, nee, uit te doen? Nee, dan ga ik hem naar uitlokken. Ja. En dan, ik zeg maar, je teleurstelt me wel, jongen. Als je trainen van dat en dat, dan kijkt die man. Ik zeg... Uh, ik zeg, wat denk je van je jongens? Dat is echt wel eens gebeurd. Ja. hè? Ik, ik zal je één partij zeggen. Het is leuk. Met Kilbert Ballantini, Je vocht toen tegen Desjardins. Ja. Op de, op de een koloniale eilanden van Frankrijk. En uh, de derde ronde heb. Uh, die Desjardins was een goede vechter. Hij had Kilbert's knie. Lag helemaal in elkaar. Maar hij draaide goed. En hij zit in die derde ronde tegen hem. Hij zegt, ik kan niet meer. Mijn been wil niet meer. Ja. Terwijl het ging gelijk op, hè? die partij. Ja, ja. Maar hij had gewoon ongeluk. Een paar goede petten gaat. Ik zeg luister jongen, als je niet doorgaat, ik sloop je dek je hele teringkop in de kleedkamer. Zo sprak ik echt tegen hem. Ik zeg wat wil je? Een pak slaag van hem of van mij direct een pak slaag? He, we waren natuurlijk jonge jongens ja, ja, ja. en zo. Ik zei, en je kan het, God zei, je gaat door in een paar goede vloektermen erdoor. En we denken, hij ja, wint zijn partij nog. En toen zei hij ook later tegen mij, en hij zegt... sen als u me dat niet had gezegd, ik had gestopt hè. Ik was ja. echt wilde stoppen. Maar ik ben zo blij, en dan pakte hij me beter dat ik toch heb gewonnen. Dus jij moet voelen als trainer hoe je met zo'n jongen om moet gaan. Ja. ja, en dan verschilt het inderdaad ook nog van vechter en zo. Uh, um, nou, nou ben ik ook wel eens in de kleedkamer geweest. Dat je met vechters bezig bent aan het voorbereiden. En dan nou weet ik dat je een heel bloemrijk taalgebruik af en toe hebt om die vechters te motiveren. Je ja. noemde net al met Peter dat je zei van uh, weet je, hij wil je zoon in elkaar slaan. Ja, dit en ja. dat. Geef gewoon voor de lol eens een keer een paar voorbeelden van dingen die je allemaal hebt geroepen tegen vechters. Dan ben ik wel echt benieuwd aan. Ja, ik heb wel wat gehoord. Je maar... zit, zit ook kinderen te kijken misschien. <laughs> nee, dat wil ik niet doen. Dat zijn echt scheldwoorden. En dat is, dan nou schaam ik me eigenlijk zelf. Maar dat is op dat moment het doel om die vechter weer... Fanatiek en goed ja. in de ring te krijgen. Maar het is niet ethisch verantwoord wat ik dan allemaal zeg. En ik had het op mijn tachtigste jaar hier ga ik dat echt niet verhalen. Want kijk, sommigen zijn onschuldig, maar er zijn ook wel dingen die echt heftig zijn. Maar daar prikkel ik die man mee. Ja. Ik heb wel eens gezegd: bij wijze van spreken, ik zal er eens zeggen, hij heb je moedigen. Hm. Ja. Weet je, ik zal dat woord dan niet zeggen. Dan kijkt die man. Ik zeg, ja, dat heeft die verkracht, die gozer. En dan kijkt die wat? En omdat ze zo met je bezig zijn en je bent hun ja, leraar. Ja, ja. Nou, dan, dan, dan was hij ook aan het slopen. En ik heb met een partij gehad, een jongen, dat hij hem ook de eerste minuut na die partij ook eruit sloeg. Ja. Zo gemotiveerd was hij. Want hij dacht dat hij zijn moeder had aangerand. Ja. Weet je wel? Maar... Bij de een kan je dat zeggen, bij een ander kan je dat niet zeggen. Nee. Dat moet jij aanvoelen, wat je kan zeggen. Maar ik wilde het zeggen. Want dan zeggen we, ik probeer me dan altijd zo van die situatie te verplaatsen. En denk, als je dat tegen mij zou zeggen, zou ik echt denken: wat? Ja, nee. dat heb je klopt, het over. Nee, nee ja. maar dat zou bij jou niet lukken, denk nee. ik. Maar dat weet jij als trainer. Kijk, die jongens die trainen dag en nacht in je school. Ja. Vergeet dat niet, hè. Ik bedoel, er zijn zoals Peter ook, die, die trainde toen al tien jaar bij me bijna. En elke dag, zelfs twee keer op een dag. Dus je kan met zo'n jongen lezen en schrijven. Je weet precies wat hij wel en wat hij niet leuk vindt. Ja. Maar je moet ze weten te prikkelen. Ja. Ik denk ook als je dat bij een verkeerde jongen zegt, dat hij jou nog een klap voor <laughs> ja. je kop geeft. Bij wijze van spreken. Dus je moet dat wel <laughs> goed aanvoelen. Maar ja. ja. Dat zeg eens, ze. ik was wel een mental coach. Hè. Dat, dat kon ik schaambaar heel goed. Dat, ja. uh, dat weet ik niet. Dat komt dan vanzelf eruit. Ja. Ik heb nooit studie gehad van sportschoolhouder of leraar. Heer, ik ben ook maar gewoon als jongetje begonnen met zes jaar lagere school. Maar ja, dat zit dan in je schaambaar ja. en dat komt er dan wel uit. Ja, en heb je wel eens momenten gehad dat je, wie zei net, dat ging soms wel heel ver dat je achteraf dacht van, oh ik schaam me een beetje. Nee, nee, omdat het, 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 het lukte dan. En omdat het lukte, was het voor hem ook goed. En het, ik was wel vaak zo dat na de partij als de Russen zaten te praten. He, je ging de ochtends om bij met elkaar. Me. zegt, Peet, wat ik zei, ik meen het niet. Hij zegt, nee, ze maakt ook niet uit. Ik heb toch gewonnen, ik heb toch gewonnen. Weet je? En ook tegen andere jongens wel. Ik ja. zeg, kijk, ik bedoel het niet echt zo, hè. Maar je weet dat ik het voor jou doe, hè, jongen. Want ik hou van je. Dat zei ik dan ook echt. Want ja. ik hield ook van mijn jongens. Dat is echt, er komt natuurlijk een verschrikkelijke band met die vechters. En ze zien in jou toch de man die hun naar die overwinning moet uh, laten. En je weet, bij ons was een strakke discipline. Dat was echt wel een, een autocratisch lesgeven mm -hmm. en een afstand tussen leraar en leerling. Wat ze eigenlijk hier niet Propaganderen, je moet heel hè, democratisch lesgeven. Nou, ik was een autocraat, ik was een dictator. Ja. Maar buiten de training was ik een normale man en ja. kon ons normaal met me praten. Ook, voor, ook in de school met, met trainer, kom er niet met smoesjes aan bij me. Na de partij, na de les kon je gewoon met me praten, een bak koffie en hè, de, maar onder de les geen tegenspraak. Dat dulde ik gewoon niet. Maar ja, dat was toch mijn systeem van lesgeven en dat ja. heb toch wel gewerkt. altijd. ja, dat blijkt wel. Ja, dat is wel goed gegaan ja. een aantal keren, ja. maar. Uh, ja, schitterende verhalen. Kunnen we volgens mij nog uh, 50 jaar over doorgaan? Ja. Ik wil nog één onderwerp, onderwerp even aansnijden. Ik weet dat het ook <laughs> ja, een jaar lang stokpaardje voor jou is geweest. Namelijk een Verenigd Versbond. Die ja. hebben we nu, hè? Ja. Uh, de Nederlandse bond is ja. in, in oprichting of is officieel. Gelukkig. Opgericht. Ja, is opgericht nu. Zat in de kinderschoenen. Peter Quint daar als voorzitter. Uh, ik heb me voorstellen dat dat iets is waar jij blij mee bent. Ja, heel erg. Ik heb dat altijd lopen, <laughs> Ik weet nog goed dat toen die versportautoriteit... die werd toen in het leven geroepen. Toen zijn ze allemaal als eerste... de mensen die dat moesten doen, bij mij gekomen. Hmm. Maar ik wilde dus ze ook helpen. Hè? Ik zeg maar, jongens, er is maar één remedie. Wil ik één bond. Want dit werkt niet. Twaalf nee. bondjes. En daar heb ik altijd tegen geageerd. Waar de vroeger de NKBB... ben ik mede oprichter van geweest. Ik heb zelf... Toen, sorry, de MTBN opgericht. Hè, omdat ik het Muay Thai wilde promoten. Met elleboog en ja. knieën en klinsen. Want daar lag mijn hart heel erg. Ik zeg maar, we moeten gewoon één bond hebben. Ja. Kijk, twee bonden kon nog als je met elkaar samenwerkte. Ja. Maar zoals het nu gaat... Maar ze hebben me eigenlijk nooit verder erin getrokken. En dat, dat vond ik toch niet zo aardig. Ik nee. bedoel, ik ben de man die eigenlijk het kickboksen toen in de tijd met Jan Plass had zijn. Ik mijn school. Hebben wij dat eigenlijk helemaal in opkomst <laughs> gedaan. En dan liet je ze zo links leggen. Dat zal in buitenland nooit gebeuren. Nee. Maar goed... He, Peter Quint is een, een intelligente, verstandige ja. man. SP-politicus. Uh, ja. Hij woont bij mij volgens mij. Ja. hoek. Volgens mij een beetje zijn buur, ja, buurman. hij woont om de hoek bij me. En ik zei het ook altijd tegen Peter. Ik wil met die vechtspartouten daar niks te maken hebben. Want het is hetzelfde bende als wat het nu is met die twaalf bondjes. Maar ja, hij zegt ook, Tom, ik ben het met je eens. Er moet ja. één bond komen. Ja. En nou, dat hebben ze gelukkig nu gedaan. En we moeten even afwachten hoe dat gaat. He, de ontwikkeling. Ja. Want uh, er zijn nog steeds... Bondjes die wel organiseren, wat ik weet, hè, ja. in, in, in soort versportzaaltjes, uh, dat het toch nog wel een beetje wil ja. georganiseerd wordt. Ja, maar dat zal nog wel even duren, toch? Nou, is ik een denk cultuur, dat het nog die wel even over decennia gegroeid is. Daarom. Dus Voordat het helemaal is teruggedraaid, ja. dat zal even. Maar ik vind het een hele goede ontwikkeling en ik, ik denk ook dat, dat, dat ze het echt wel goed gaan doen. Ja. Maar ja, je moet wel wedstrijden gaan organiseren. Want kijk, de laatste jaren zijn er toch veel. Hè, de, 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 de professionals komen wel aan de bak, maar waar komen de amateurs? Ja. Maar de vroeger kon je in het land. Elk weekend drie, vier verschillende locaties ja, kon je vechten. Zeker? Er waren ja. kinderen die hadden al meer dan honderd partijen gevochten. Ja. He, zoals die Ricky en Nicky Hos. en ja, die ja, groep ja, ja. Uit, uit Breda en uit ja. Eindhoven. En met Mickey Bennershoef. Die hadden jeugdpartijtjes. Nou, die vochten was ook niet goed. Moest lopen natuurlijk met hoofdkappen. Dat werd later ook allemaal beter. Maar ik vind wel... Er werd veel meer gevochten. Ja. Wat ook toen een Europese bond had ik. Ik had een wereldorganisatie. Ja. Er was toen structuur, was er veel meer in de jaren negentig. dan dat er nu is. En ik ben benieuwd of dat wel weer terugkomt. Ja. Uh, we net, je bent de rest leeftijd van tachtig inmiddels. Ongelooflijk alsof. Nee, ik ben volgens mij vitaler dan de meeste dertigers die ik ken. Ja. Uh, maar uh, officieel gepensioneerd. Ik spring dus nog over al... een auto. Geen Mercedes-Via. Dat gaan we niet <laughs> Zie jij voor jezelf nog een rol in, 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 in die ontwikkeling met die bond? Of zie je van nou, ik vind het nou, goed, is dus ze mogen bellen als advies? Ik ben wel eens dan uh, ook een keer voor Veronica ben ik uh, speakerman geweest. En vergis je niet, ik, ik ben dat toch wel. Ik heb ik 25.000 likes gehad. Van Tom Haring. Waarom doet hij het niet meer? Dat ja. die man weet waar hij over praat. Ja, ja. ik praat een beetje plat. Misschien is dat dat ze dat niet zo graag willen ja, op, op televisie. Maar ik zou zeker me nog wel te diensten willen stellen. Maar ja. Ja, ik ga me niet aanbieden, dat nee. doe ik niet. Nee. Maar als ze komen met ervaringsdeskundigen en je hebt vaak kranten nog op dit moment, als er een partij is, zegt: Tom, wie gaat de winnaar worden? Weet je, dat ik een. Zeg maar een een prognose zegt dat vind ik leuk maar ik voel me nog goed ik ben nog ja. uh, capabel voor alles weet je dus uh... ja je lijkt me niet de type om achter de grond nee, nee daarom en daarom <laughs> kijk ik zit veel op social media omdat ik ik heb natuurlijk uh, zo'n 30.000 foto's van vroeger ook He, dat waren nog gewoon die oude witse foto's dan ben ik die aan het fotograferen die zet ik dan op twitter op tiktok op facebook en dat TikTok, vinden die ja? jongens geweldig ja? ja ik zit tegenwoordig op okay. alles omdat ik weet gewoon die jongens vinden dat leuk ja. ik heb dat materiaal en doordat ik het erop zet hebben hun het ook. Ja. Want kijk, vroeger liet je je rolletje liedje, uh, ontwikkelen. ontwikkelen ja. En dan had jij het. Maar je jongens hadden dat vaak nee. niet, weet je. Dus uh, zodoende ben ik het eigenlijk gaan doen. Ook in Brazilië, in mijn sportschool zei toen: Tom, je moet op Facebook. Ik zeg: ah, Ik weet niet hoe dat moet. Nee, dat doen wij, Sensei. Dan moet u even een paswoord in. Ja, ja, ja. En, en nee, ik had binnen de kostmogelijkheid 5000 volgers. En meer nee. kan je niet hebben. Nee. Weet je? Dus, dat is, uh, dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Ja. En dat blijf ik nog wel doen. Gewoon. Okay, nou. En ik heb natuurlijk scholen in de wereld: hè? Shakuriki scholen waar ik nog wel kom. In Moskou, daar kijk ik nu even niet naartoe door die oorlog. Maar in Belarus kan ik, ben ik ook pas geweest nog, toevallig ja? ook via een omweg. Maar ik heb in München een school, in Japan heb ik twee scholen, in Brazilië heb ik twee scholen. Dus ik ben nog continu bezig. Ze zijn nog lang niet van je af? Ja, nee, absoluut niet. <laughs> Mooi. Uh, Tom, ik wil je bedanken weer voor weer een uh, heel mooi gesprek, nou, mooie verhalen. Dankjewel. En uh, we gaan elkaar hoogtepunten Ik Vond het hartstikke zien. leuk. Helemaal ja? top. Oké, okay, hoes. Hoes, jongens allemaal uh, bedankt voor het kijken. Je weet waar we te vinden zijn op alle platformen. Vergeet niet te liken, te delen, vooral te abonneren. En dan zijn we de volgende week weer met een nieuwe vechtspaase. Hoes. Hoes. Zeg vechtersbaas, leuk dat je deze video hebt gekeken. Maar waarom heb jij nog niet op die rode knop gedrukt? Doe dat even met een bloedgang alsjeblieft.